Leuk dat jullie kijken naar deze week's vlog. Geef alvast een duim omhoog en abonneer op ons kanaal. Dus veel plezier met kijken. Onze paardjes hebben een beetje last van vliegen. Dus... Nou, niet een beetje. Die hebben heel erg last van vliegen. En daarom hebben we dus kappen gekocht. Nou, laat maar zien. Is het een beetje kap? Ja, maar zo even. Nee, dit zijn kappen. Welke? Haal er maar uit. We hebben er eentje met neus genomen, omdat ze echt wel heel veel last hebben ook van vliegen op de neus. Ik had ze bij Jill gezien, toen dacht ik, nou, misschien is dat wel wat voor ons. Ik denk dat die van Verona is. Deze is van Verona. Misschien kun je hem daar even laten zien. Daar, deze is van Verona. Helemaal omhoog. Het is wel heel erg groot. Er ook nog één voorheen, ja. Niet één voor Sterren? Nee, de Sterren staan nog niet op de wei. Als Sterren op de wei staat, dan komt dat erbij. Maar als ze dit seizoen niet op de wei staan, dan hoef ik ook geen kap dit seizoen te kopen. Dus ik hoop dat dit gaat helpen. Deze is voor Henja. Dat is dezelfde. Dus omhoog? Ja, wacht even. Is die wel kleiner? Ja, dat is wel iets. Ga maar even die kant op. Die is ook wel heel groot. Ja. Nou, we gaan ze even meten. Ja. Nou, we hebben de vliegenmasker bij Henja opgedaan. En ik weet niet wat ze ervan vindt. Nou, eigenlijk staat het wel goed. Nee, ik vind het niet goed. En ook Veronaatje heeft het vliegenmasker op met alles erop en eraan. Maar die denkt alleen maar, waar is mijn eten? Daar is mijn eten. Dus ik moet even eten redden. Kijk, Tessa die is bezig haar beugels te bekijken of die op gelijke hoogte hangen. Ik heb geen idee waarom de zweep is, dus ik ga nu even achter haar staan. Zo, en dan kijk ik even met haar mee. En dan zien we daar de zweep. Oh, dat is eigenlijk best handig. Hoe heb je dit nou weer verzonnen? Ja. Ja. Het scheelt één flesje. Ja, oké, slim. Zaterdag, wat ga je doen? Ik ga Peppertje rijden. Gezellig. In de lessen? Ja, ik ga 3 weken Pinkie poetsen. Ja, 3 weken Pinkie. Woehoe. En je hebt vandaag Sterren gepoetst. Ja. En ze heeft eventjes gegraasd een paar minuutjes. En ik heb Everest genoegeerd. Wat heb je gedaan? Everest genoegeerd. Dat is een van de grootste paarden van stal, hè? Ja. En dat doe jij gewoon? Ja. Gek kind. Ja. Zo, het monster zit er inmiddels op. En ze rent weg. Ja! Nou, ga maar gauw dan. Ja, Pep, lopen. Ah, ze loopt. Ah. Lieve pony. Nou, veel plezier. Ja, dank je. Doeg. Vandaag is Kindertjesdag. Wat is Kindertjesdag, Tess? Nou, eigenlijk, want je hebt moederdag en je hebt vaderdag. En mijn broer heeft bedacht dat er ook Kindertjesdag is. Nee, dat heb ik bedacht. Oh, dat heb jij bedacht. Dat er dan ook Kindertjesdag is. En wat doen wij op de Kindertjesdag? Bootje varen. Oh, maar en we... 's ochtends naar de McDonald's gaan. En ook uit eten gaan. Dus eigenlijk alles wat jullie willen? Ja. Kijk, en daar zijn de mama. Rick die speelt voor Mast, geloof ik. En Aldwin is de kapitein van het schip. De kapitein en zijn luitenant, of hoe heet zo iemand? Dekknaap. Dekknaap. Ik denk dat jij eventjes moet gaan dweilen, Rick. Oh jee. Oh jee. Ja, Rick is gepromoveerd van dekswouwer naar stuurman. Ik ga wel in verstelling 0 nu. Ja, ik wil best een verstelling... Oh, Rick. Maar ja, hij is 18, hè? Dan mag het tegenwoordig. Niet in de bordjes varen ook. Nee. Zo, nu hebben we kapitein Tessa. Gaat het goed, Tess? Ik ben kapitein Tessa. Maar ik weet niet, dat ding stuurt niet. Dat is heel langzaam, hè? Ja. Naar rechts. Naar rechts sturen. Ik durf niet zonder jou. Zo, de kindjes hebben besloten. Ze gaan zwemmen. Dus Rick, 1, 2, plons. Kom op Tess, 1, 2, plons. Nee, eerst Rick. Ik help jullie wel samen in, dan gaan we samen tegelijkertijd, ja? Nee.
Kom dames en heren. Die boot komt eraan, dat gaat een beetje hard, jongens. Voor de video, jongens, kom. Ik moet even wachten tot die boot erbij is. Okay. Dat is voor de veiligheid in het water. Lekker. Dat duurt 3 uur. Kijk waar het gaat. Ja, precies. Dit is slow motion afgespeeld, welke dit, hè? Boot? Oké. Okay. Zo, die boot is bijna rijdt. Oh. 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 Ik heb hier zo geen zin in. Zo, even over de kant heen. Rick is er. Tess, jij, springen. Sven. Doei. Kijk jongens, ik zwem. Sven! Halve bierbuik! Oh, Sven! Nou, plons, Tess. Hij heeft echt aan zijn zin. Hij heeft plezier erin. Ja. Ah. Of je dat durft. Sven! Je hebt net je broer erin gepraat, dus dan moet je wel zelf ook gaan. Ik trek je erin, hoor. Wacht even! Oh, een spetter! Niet spetteren! Oh, nee, geen vissen! Helemaal niet! Ik heb spierpijn, jongens! Oh, ik ben er niet meer gewend! Ik mag wel even nog golven weg zijn! Ja! Er zijn nog 6 dingen waar je op gaat zitten wachten tot je een keer in het water gaat. Nee, ik ga wel even. Nee, ik wacht even tot de golven weg zijn, dan ga ik echt. Dan ga je echt? Ja. Oké. Okay. Dit is eng, het is koud. Wie wou je er nou zwemmen? Kijk, daar zijn de alien paardjes. Ja, ze hebben me gezien. Lekker aan het grazen. Hallo meisjes, zijn jullie daar? Het is toch een beetje gek zo. Maar ook wel een soort schattig. Nou ja, ze hebben gewoon veel last van die rotvliegen en zo is het in ieder geval minder. Hallo La Diva, heb je er zin in? Oh, ik zou er ook van gaan smekken, ja. Hallo darling. Hallo, ik ben in de les. Jee, het is zomervakantie. Dus ik begin wat vroeger. Ja, mag je om 3 uur in plaats van 4 uur, hè? Ja. Nou, ik zou zeggen veel plezier. Dank je. Nou, tot zo. Vandaag is het donderdag. En ons Tessaatje heeft een nieuwe tas gekocht. En dan wel een tas op wieltjes. Ja. Maar het is ook een rugzak, hè? Ja, het is ook een rugzak. Hieruit kan ik de handvaten halen. Tada. Ja, haal er maar uit. Laat maar zien. En dan knip je ze hier vast. Oh, midden op straat ook gewoon? Ja. En dan gaat dat ding erin. Nou, dit. Zo. En dan heeft ze een rugtas. Even omdraaien. Dan kan we de andere kant ook even aanschouwen. Dan heb je een rugtas. Handig. Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze weekvlog. Geef een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dus doei!